Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Ivo en vandaag gaan we het hebben over open dagen en hoe jij het meeste aan jouw bezoek aan de open dag kan halen. Je bent van plan om een open dag te bezoeken. Dat is hartstikke goed, want een open dag is een van de beste manieren om je te oriënteren op een studie. Maar, hoe haal je nou het maximale uit jouw bezoek? Voordat je überhaupt naar de open dag gaat, zijn er al best veel dingen die je kan doen om meer uit je open dag te halen. Een goede voorbereiding is namelijk belangrijk. Bedenk van tevoren wat je te weten wil komen en welke vragen je wil stellen. Nou, hoe begin je hier nou mee? Je begint met informatie verzamelen. Begin bijvoorbeeld met op internet zoeken. Goede websites zijn bijvoorbeeld CarrièreTijger of studiekeuze123.nl. Op al deze websites kan je alle algemene dingen over jouw opleiding te weten komen. Handig is om daarna de website van de HVA te bezoeken, om te bekijken wat de verschillen en de overeenkomsten zijn. Terwijl je al die informatie aan het opzoeken bent, krijg je waarschijnlijk vragen. Het is hartstikke handig om die vragen op te schrijven, zodat je ze kan stellen op de open dag. Je kan namelijk niet alles op het internet te weten komen. Bedenk van tevoren ook wat jij belangrijk vindt tijdens de toekomstige studie. Wil je bijvoorbeeld graag een stage in het buitenland doen of wil je heel graag doorstuderen naar je opleiding? Wat je als laatste moet doen voor een goede voorbereiding is natuurlijk gewoon inschrijven voor de open dag. Ga naar hva.nl/opendag en schrijf je in voor jouw opleidingen. Je wil natuurlijk niet op de opleiding aankomen en erachter komen dat je gewoon helemaal niet hebt ingeschreven. Als je een goede voorbereiding hebt gedaan en al je vragen hebt opgeschreven, ben je klaar voor de open dag. Om jullie bij de open dag te helpen heb ik een aantal tips bedacht. Tip nummer 1 is stel zoveel mogelijk vragen aan studenten en docenten van jouw opleiding. Studenten zijn echt de beste manier om erachter te komen hoe een studie nou echt is. Tip nummer 2, en dit hoort eigenlijk nog een beetje bij je voorbereiding, maar check van tevoren het programma van jouw opleidingen. Per opleiding kan je bijvoorbeeld een proeflesje volgen, een belangrijke presentatie volgen of je vragen stellen. Maak dus van tevoren een kleine planning voor jezelf. Zorg dat je weet op welke tijdstippen je waar moet zijn, zodat je geen belangrijke dingen mist. De derde en laatste tip is ga bij meerdere opleidingen kijken. De HVA biedt echt talloze opleidingen aan, dus de kans dat jij er maar eentje interessant vindt is hartstikke klein. Dit was alweer mijn video over de open dag. Ik hoop dat jullie wat gehad hebben aan mijn tips en dat jullie nu het maximale uit jullie open dag kunnen halen. Wil je mij nou zien op de open dag? Kom dan een kijkje nemen bij CMD. Vergeet je ook vooral niet aan te melden op www.hva.nl/opendag. En dan zie ik je daar.